De Centrale Bank van Suriname heeft in verband met de internationale Global Money Week van morgen een bezoek gebracht aan de Anton Resida School. Het doel was onder meer om de leerlingen bewust te maken van duurzaam levensonderhoud en hoe om te gaan met geld. Het thema van de Global Money Week voor dit jaar is Earn, Learn and Save. Minister van Onderwijs Lilian Ferrier verrichtte de opening van de activiteit. Ferrier gaf het belang van sparen aan en adviseerde de leerlingen om daarmee zo vroeg mogelijk te beginnen. De minister benadrukte dat het belangrijk is dat jongeren doelgericht werken aan hetgeen ze willen bereiken. De governor van de Centrale Bank, Robert van Trict, vindt het een goed initiatief om kinderen door middel van activiteiten bewust te maken van het belang van geld. Nou, ik vind het een geweldige wat ook de medewerkers van de Centrale Bank aan het uitvoeren zijn samen met de leerlingen van de Anton Resida School. Door interactief bezig te zijn met het bewustzijn van wat is geld, wat is sparen, waar komt het vandaan, hoe onderscheid je het, wat zijn echtheidskenmerken bijvoorbeeld op je biljetten, zodat ook bijvoorbeeld men weet wat men in elkaars handen heeft en wat het betaalmiddel daadwerkelijk voorstelt. Op spelniveau. Ik denk dat je eigenlijk helemaal terug kan naar laten we weer Monopoly spelen. Hoe ziet die geldboom eruit? Allerlei manieren over sparen en uitgeven. En dat zijn eigenlijk de twee absolute zaken voor dit soort scholen ook. En voor de leerlingen en voor de Surinamers om dat bewustzijn te hebben van dat we eigenlijk elke dag bezig zijn met geld. Vanessa da Costa Shehin van de organisatie Commissie van de Global Money Week zei dat er dit jaar bewust is gekozen voor de doelgroep 16 tot en met 18 jaar. Ze gelooft dat met deze activiteit de awareness over het belang van geld bij de kinderen goed gestimuleerd wordt. Onderdirecteur Farik Boulay van de Anton Resida School zegt dat het een leerrijke dag is geweest en hoopt dat de kinderen beter zullen omgaan met hun geld. Het is een proces. Het gaat sowieso niet in één dag, maar we geloven wel hiermee dat we een stap in de goede richting maken en dat we hierdoor aan hun bewustzijn kunnen werken. De kinderen maken zich, ze vinden het heel leuk. En de informatie die gegeven wordt en vooral van de bankbiljetten hadden ze nooit meegemaakt dat er heel wat zaken zijn die ze niet weten wat in zo'n bankbiljet voorkomt. En dat wordt dus dan ook bij de Money Lab alvast naar voren gebracht. En bij de andere hoeken heb ik een beetje gekeken dat de kinderen heel actief bezig zijn met spelletjes en op een spelende manier omgaan met het geld. Natuurlijk hebben ze dus dan daarbij ook wat lessen bij gekregen. Tot zover onderdirecteur Farik Boulay van de Anton Resida School en daarvoor Vanessa da Costa Shehin bij de activiteit van de Centrale Bank op de school. Donderdag is de Mulo Schotelweg aan de beurt voor de Global Money Week activiteit.